De Surinaamse regering zal zich vooralsnog niet mengen in interne aangelegenheden van Venezuela. Dat zei president Desi Bouterse op een persconferentie gisteren. De president gaf aan dat Suriname zich zal houden aan internationale afspraken. Terwijl het Venezolaanse staatshoofd Nicolas Maduro zich opmaakt voor nog een termijn als president, hebben verschillende Latijns-Amerikaanse landen hem de rug toegekeerd, omdat ze twijfels hebben over het eerlijk verloop van de recent gehouden verkiezingen. Meer dan 10 landen uit de regio hebben dan ook de uitnodiging van Maduro om zijn inaugurele plechtigheden bij te wonen geweigerd. De verschillende staatshoofden vinden dat Maduro een dictatoriaal beleid voert en zien graag dat hij een stap terug doet. Bouterse daarentegen stelt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het inmengen in interne aangelegenheden en heeft vicepresident Ashunadin afgevaardigd om de activiteiten in Venezuela bij te wonen. Bouterse wijst erop dat de internationale gemeenschap duidelijk is over bemoeien in andermans zaken. Om te voorkomen dat wij zaken van de media vernemen, natuurlijk, hebben we twee dingen gedaan, althans drie dingen gedaan. Eén, we hebben geluisterd van wat zegt de media. We hebben gekeken naar de groepen die objectief wilden kijken naar het probleem in Venezuela, die vakbonden die hun mensen, die hun teams gestuurd hebben in Venezuela. En we hebben onze mensen gestuurd in Venezuela om op basis van de waarneming aan de grond. Dit heeft niks te maken met ideologie. Er zijn internationale afspraken. Er zijn internationale uitgangspunten en Suriname verstoot zich niet om mensen te verdedigen. Suriname houdt zich aan de internationale afspraken en principes. Wij hebben die regels niet gemaakt. De internationale gemeenschap heeft ze gemaakt. Bouterse heeft geen moeite met andere landen die Venezuela de rug willen toekeren. Volgens hem kan inmenging ernstige gevolgen hebben. Hij stelt daarom voor dat onder alle omstandigheden voor het pad van dialoog wordt gekozen. En wanneer we vanuit dat punt vertrekken en we zouden de internationale afspraken schaden, dan zouden de Tito's en de Sukarno's en de founding fathers, die zouden echt hun graf draaien. Wij zeggen dat dialoog, dat schrijft internationaal voor. Verder schrijven ze voor legitiem gekozen presidenten. Men daar binnen de grondwet moeten te alle tijden verdedigd worden binnen hun constitutie. Wij geven aan dat we consequent internationaal nog steeds staan achter dat principe. Wie het wil loslaten, groot of klein, no importa. Wij geloven niet in inmenging. Wij geloven in vreedzame coexistentie. We hebben gezien wat inmenging betekent in het oosten, in verschillende landen. En wij willen voorkomen, we hebben dit gebied ooit tot zone van peace verklaard. Hallo, president Desi Bouterse over de situatie in Venezuela. Hij blijft erbij dat Suriname zich niet zal bemoeien met interne aangelegenheden van andere landen.